Vorige week nog in het debat zei u zelf dat er over die 1,5 meter dat het onzin was. Dat het beleid veranderd zou moeten worden. Dat we allemaal lekker hutje-mutje bij elkaar zouden moeten zitten. Wij allemaal hier verzetten ons daartegen. Voorzitter, de waarheid is, u grijpt dit aan om weer eens duidelijk te maken dat mensen hun stem niet mogen verheffen. Dat ze hun stem niet mogen gebruiken om op te komen voor het racisme dat in Nederland is en wat u niet erkent. Het systematische racisme dat er is, dat mensen worden aangehouden door de politie op basis van huidskleur. Dat er sprake is van etnisch profileren bij de Belastingdienst. Dat jongeren in het onderwijs niet van het mbo afkomen omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Dat ze op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden. Dat wil u niet zien, dat ontkent u en u maakt misbruik van deze situatie. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, ik maak helemaal werkelijk nergens misbruik van. Ik vind dat mensen moeten kunnen demonstreren. Ik vind dat inderdaad zeer onhandig wat er in Amsterdam is gebeurd. Zeker mijn partij, en ik heb daar 2 weken geleden geen geheim van gemaakt, vindt die 1,5 meter samenleving een totaal overdreven. Totaal overdreven, maar dat is iets anders. Dat iedereen met gezond verstand weet dat je niet met 10.000 man nek aan nek op elkaar moet zitten gaan schreeuwen. Dat is vragen om problemen. En dat had de burgemeester van Amsterdam, uw partijgenoot, moeten voorkomen. Zeker. Wij zijn tegen het nieuwe werkelijkheid, de nieuwe samenleving van de 1,5 meter. Daar zijn wij tegen. Wij denken zeker dat dat in de buitenlucht, in de normale gang van zaken, we lopen met elkaar over straat, we gaan naar een terras, noem maar ook, dat dat grote onzin is. Iets anders is als je op elkaar geplakt in elkaars oor gaat schreeuwen, allemaal leuzen of ze nou links of rechts zijn, met 10.000 man bij elkaar. Dat is onverstandig. Dat had niet mogen gebeuren. En als dat was gebeurd bij welke demonstratie dan ook, meneer Klaver, afgelopen maandag, had ik hetzelfde punt gemaakt. Daar komt bij, mevrouw de voorzitter, dat het onderwerp van de demonstratie, nogmaals, dat gaat mij niet aan. Als mensen willen demonstreren, dan demonstreren ze. Ik vond het een schandelijke opmerking van de burgemeester van Amsterdam, dat ze zei, ik greep niet in, want dat die demonstratie was te belangrijk. Dat mag een burgemeester niet zeggen over de aard van een demonstratie. En ik vind, prima, ga je gang. Had in Amsterdam niet gemogen met 10.000 man, maar ga demonstreren als je wil. Maar alsjeblieft, kijk ook naar al die Nederlanders die voor racist worden uitgemaakt omdat ze zich vreemd in eigen land voelen. Dat ze als ze een kort rokje dragen voor hoer worden uitgemaakt door Marokkanen of anderen. Dat ze hun huurwoning niet krijgen omdat een asielzoeker of een statushouder voorrang krijgt. Nederlanders worden gediscrimineerd. Daar zou eens voor moeten worden gedemonstreerd. De heer Klaver. Voorzitter, iedereen is erover eens dat er te veel mensen bij elkaar stonden en dat dat onverstandig is voor de volksgezondheid. Maar de hypocrisie, voorzitter, en hier doen alsof het niks met het onderwerp te maken heeft. Ik herinner mij nog een demonstratie van boeren hier in Den Haag. Levensgevaarlijke taferelen op de A12. Daar hoorde ik de heer Wilders niet. Sterker nog, de boeren waren helden. In Friesland waren de mensen die blokkeerden een snelweg om mensen te verhinderen naar een antiracisme demonstratie te gaan. Als ik het me goed herinner, vond de heer Wilders dat die snelwegblokkeerders een medaille verdienden. En nu heeft hij zo'n grote mond over deze mensen die aan het demonstreren waren. Nogmaals, volstrekt helder. In deze tijd kan je niet zo dicht op elkaar staan. Maar wat de heer Wilders hier doet, dat is niet juist. Hij meet met 2 maten. Sommige mensen hebben meer privileges dan anderen. En dat is precies waar racisme over gaat.